eigenlijk Nederlandse damesteam altijd bij zich heeft als wij Olympiade gaan spelen. En die zit altijd op de eerste board. Dus tegen de die dat speelt, dan neemt hij mee naar huis. En volgende dag ondersteunt hij ons weer. Dus eigenlijk wereldbekende mascotje die vaak door de fotografen op de foto's wordt gezet en op heel veel websites verschijnt. Dus die zit altijd bij me als ik trainingen geef. Ik geef heel veel trainingen, ook op scholen. Ik weet niet of iemand van mijn pupillen nog erbij zit, maar ik heb zoveel kinderen op scholen die les krijgen. Dus dat ze even afwachten wie er vandaag En tijd ook heeft. individueel, toch? Dus als iemand Ja. echt denkt van nou, ik ben heel goed en ik wil een toptrainer, trainsterles die wereldkampioen is geweest, dan kunnen Ja. ze jou een berichtje sturen, toch? Ja, heel graag. Ik probeer jullie allemaal dan te helpen. Dus ik geef privélessen voor kinderen. Ook vanaf 5 jaar, 6 jaar, 7 jaar. Nou, iedereen is welkom. Ook aan volwassenen. Als ze denken dat, ja, ouders dat ook leuk vinden. En nou, ik ga jullie vandaag eerste keer meenemen in mijn simultaan. Ik heb heel veel simultaans gegeven in mijn leven. Mijn record staat op 52 woorden tegelijk. Nou, daar was ik wel heel wat uren bezig geweest en gerend. Maar dit is mijn record. Dus vandaag is wat minder, maar het is online. Dus voor mij is het ook de eerste keer. Het is een beetje onduizelig van te worden. Al die borden nog steeds en nieuwe kinderen steeds binnenkomen. Maar we maken een gezellige middagje van. Toch? Ja. En hoe ben je in aanraking met schaken gekomen, Thea? Ja, ik heb van mijn ouders geleerd. Ik zag ze spelen en ik mag kijken. Nou, wat zijn die mooie houten poppetjes? Wat doen ze eigenlijk? En nou, toen heb ik vanuit mezelf ineens de stelling, de beginstelling opgezet. Zonder iemand mij geleerd had. Toen ouders dachten, nee, misschien heb ik een aanleg, talent. Dus zo hebben ze mij dan ingeleerd. En zo ben ik schakel opgegaan en heel veel vrienden en vriendinnetjes gemaakt met veel schaken. Heel veel gereisd, superleuke tijd gehad. Ik koop Vind je dat iedereen wel leuk? voor Vind iedereen. je Het is net zo het wordt anders mooie moeten. tijden beleefd met schaken. Ik vind Het is schakelen wel leuk, heel maar alleen veel als ik zelf oefenen. kan spelen. Het is heel veel Technisch. oefenen en spelen. Ja, mooi hoor. Dus veel oefenen, veel spelen. En was je meteen goed? Leerde je ze de stukken en was je meteen fantastisch? Of gaat dat niet vanzelf? Nou, eigenlijk, het was wel snel te merken. Dus als je talent hebt en aanleg hebt, is wel echt heel snel te merken. Toen ik eerst een keer naar de club kwam, nou, de coach dacht, oh, even tegen die speler, Oh, tegen well, nee, ja, die dat andere. Toen heb ik iedereen van de bord geveegd. En nou, toen moest ik tegen de coach spelen. En ging wel even moeilijk, maar na een paar keer kon ik al maar winnen. Ja, zo volle scherm. Super, veel kinderen. Oh, ja, het wordt heel druk. Ik zie al 20 verbindingen. Erg leuk hoor. Nou goed, dus je hebt inderdaad, je had wel meteen heel erg gevoel voor, maar je hebt denk ik ook heel hard gewerkt. Want wereldkampioen word je niet vanzelf. Of, klopt, klopt. Want ik woonde eigenlijk toen in Sovjet-Unie. Die had 15 republieken. En ik was zelf vanuit de Republiek Georgië. Dus je moest dus beste zijn in je staat. Dan beste zijn in eigen republiek. En daarna ook nog eens beste zijn van die 15 alle republieken. Om kampioen van Sovjet-Unie te worden. En daarna mocht ik pas naar wereldkampioenschap. Wauw. Dus, en Rusland was toch, al die republieken waren alle beste. En sterkte. En dus, kijk, als jij tegen de rest van de republieken de beste was, tussen al de beste van de republieken, dan werd het kampioenschap was eigenlijk niet heel erg moeilijk. Maar ja, ik heb heel veel aan meegedaan en alle superleukste tijden. Daarna heb Wauw, het ik leuk. echt Nou, leuke ons. dingen meegemaakt in schaken, maar als kind, wat je meemaakt in die tijd, vergeet jij nooit. Zijn Nee, dat zijn de alle leukste tijden. Veel nieuwe vrienden, veel reizen. Zeker, Mooi zeker. hoor. Nou, het klinkt heel erg goed. Er zijn ontzettend veel kinderen. En dat betekent, we gaan zo simultaan spelen.
Dat doen jullie in de toernooizaal. De meeste van jullie kennen dat. En we loten normaal Thea Landjava. Want we kunnen niet allemaal. Thea kan ook commentaar geven tegenwoordig. Pijlen trekken op jullie bord. Ze zal af en toe een stuk kunnen aanwijzen. Maar nu er zoveel kinderen zijn. Moeten we even kijken. Wat vinden jullie? Misschien kunnen we met vingertjes opsteken doen. En mogen jullie ook in de chat. Wat vinden jullie het leukst? Dat Thea op het best speelt. En zoveel mogelijk partijen. Dat iedereen aan de beurt is. Of vinden jullie het leuk als ze wat minder speelt en dat ze jullie wat tips geeft en ook een kansje? Nee, hij is oprecht wat chips. Dus je mag je vinger opsteken als je zegt op zijn best. En misschien is de chat ook wel heel erg leuk. Ik ga de chat even voorlezen, dus iedereen weet hoe de op haar best wordt hier al geroepen. Dus zoveel mogelijk partijen dus. Ik moest echt mijn best gaan doen. Kijk, dat is de één. En is één, ik zie ook vingertjes in de lucht. Dus de meesten willen eerst op de best. Nou, wat we dan gaan doen? Op de best zoveel mogelijk. Nou, ik hoor het al, Thea. Ja. We moeten flink aan de bak. Dat betekent dat we na de Simontaan gaan we kijken of we nog een paar van de partijen terug kunnen halen. En dan met jullie bespreken. Dus het eerste half uurtje gaan we flink aan het schaken. Het is inmiddels 2 uur geweest. Thea, zou jij je beeldscherm kunnen delen? En zodra je naar de Simontaan omgeving bent. En dan, je bent er al, geweldig. En dan is het een kwestie, we beginnen eerst even met 5 bordjes. En dan heel langzaam plug je er bordjes bij. Ik zal even kijken, we kunnen het dus volgen. Als ik aanwijzingen geef, misschien... Dat kunnen we zo meteen pas doen. Dat is we hebben daar ook iets nieuws gemaakt. De spatiebalk. Als jij die inklikt, krijg je automatisch meteen de aanwijstools. En als je de spatiebalk weer indrukt, gaat het uit. Maar dat kan pas als de wedstrijd begonnen is. Okay. En die begint elk moment. Want het is nu tijd. De klok is aan het lopen. Dan kan je dan kijken. Daar komen de eerste 5 binnen. Je kunt een zet gaan doen. Ja. Okay. Ja, daar gaan we. Daar gaan we inderdaad. Nou, nu jouw rol. Ja. Hoe kom ik hierin? Door naar op de banner te drukken. Daar staat hier boven, zie je bij Thea ook Simontaan tegen Thea. Daar kun je op die pijltjes klikken en dan kom je in de toernooiomgeving. En dan zeg je dat je mee gaat doen aan het toernooi. Waar is dat allemaal? Ik zie niks. Dat betekent, ben je ingelogd op Chessity? Ja. En zie je die gele banner Simontaan tegen Thea? Ja. Als je daarop klikt, kom je dan in de toernooiomgeving? Nee. Dan ga ik daar ook even op klikken. Dan ga ik even kijken of hij het doet. Ja, ik kom daar wel. Dan zegt hij, wil je aan het toernooi meedoen? En dan zeg je ja. Bij mij dan zegt hij dat ik een profiel moet kiezen. Hey, hallo allemaal. Ah, dan zit je in het familieaccount. Dan moet je even inloggen in je. Je kunt daar een profiel kiezen. Normaal dan zie je normaal op home. Zie je, dat is wel een hele goeie. Dan zie je, kun je daar op play drukken met je eigen profiel? Ben je nu al aan het Nou, hier staat van volg een rondleiding, beheeraccounts. Wil je niet tegen haar? Toe. Hallo. Jonathan, heb je al op Chessity geschaakt? Tegen wie speel je nu dan? Alles? Tegen haar spelen? Eén keer. Eén keer. Tegen haar, toch? Dan is het even de vraag of je... ik ga jou zo even helpen, maar normaal moet je nog even een profiel aanmaken, denk ik. Tenzij je die al hebt. Ja, ik heb 2. Ja, dan moet je op eentje klikken en dan opnieuw op die banner klikken. Oké. Okay. Bij mij staat er dat ik niet met een gratis profiel nu in die meeting kan... Nee, het doet het niet. Simontaan kan komen. Oké. We hebben even een uitdaging dan. Dan ga ik eventjes zo een telefoontje doen. Om even te kijken of ik dat snel voor jullie kan oplossen. Thea, hoe gaat het met de 5 partijen? Ja, gaat wel. Kun je er meer aan, denk je? Dan kun je namelijk het aantal borden naar 10 verhogen. Dat is aan de zijkant. En dan wordt het druk, hoor. Maar dan weet je dat er meer kans krijgen. Ja, naar ik hoor dat er al een aantal in zitten. Ik ga even een telefoontje plegen. Ik zit er wel in, maar ja, hoe het dan werkt. Kijk. Ik zit erin. Wauw, geweldig. Er komen er steeds meer, lukt het. Ik ga ondertussen 1 telefoontje plegen over de gratis profielen.
ik zie mezelf niet. Hoe ben ik? Ja, iedereen is aan het spelen. Is iemand Levi Bouwman? Daar speelt de... Levi Bouwman, die zie ik niet in mijn lijstje. Ja? Oké. Okay. Oh, wat was dat? Dat deed ik! Ja. Werkt het nou? Dat hoorde ik, dat hoorde ik. Ja. De teun is meteen met de dame mij aan het aanvallen. Jelleke, meteen heeft het veel gehoeven, jongens. Spannend, hé. Dat mag niet tijdens de partijen, hè? Je weet... Among Us! Ja. Nee, schaken is leuk. Jan, Tom? Oké. Is het ontzettend goed bezig, Sans? Is het nou? Als ik verkeerd speel de naam en help me, oké? Ingedeeld worden? Mag ik ook meedoen? BW 2012. Er is nog één plaatje. Er is nog één plaats. Jij kan wel zich toevoegen, zo te zien. Hallo! Ik wil meedoen! Ik voel hier. Even kijken, hoor. Danny, deze pannetje kan ik opzetten. Dat is net ook, hè, die dame. Voorzitter, stukken niet weggeven. Goed nadenken, jullie hebben nog tijd. Nou, Toon is mij meteen... Ja, zie je mij? Ah, zie je, maar ik kan stikken niet doen. Ja, oké. Okay. 5. Lang van je. Oorlog, daar gaat een paardje. I don't know. Dat dan naar binnen moeten zetten. Voorzichtig met de dame. Dame, ik zie dat bij Janneke. Janneke, ik kan jouw dame slaan. Gewoon naar de schaakarena gaan. Moet ik meedoen? Ja, ik speel een dame. Er is geen plek, maar als er een partij afgelopen is, kun je er misschien bij. Ik doe niet mee, hoor. Nee. Er is nog een plaats voor eentje. Hallo, lukt het, jongens? Nee, ik zit er nog steeds niet in. Nee, er zitten er een aantal die komen er niet in. En dat is heel vervelend. Ja. Ik heb al de hulptroepen ingeschakeld. We weten even. Het zijn de gratis gebruikers, begrijp ik, met een gratis account nog, die er niet in komen. Dat zou wel moeten. Horen? Er komt echt hulp aan. En we gaan even kijken of ik een breakout room. Waar gaat de schaakarena dan? Oh, wat een helden. Ik ga eens even kijken. Ik zit erin. Wat een gelukvogel. Snap jij het? Niet de hele tijd bewegen. Nee, dat is niet. Ik kan nu ook niet meer in gamen. Janneke is goed bezig. Waar is de schaam? Gered, heel goed. Hoe kom je erin, meneer? Renster. Jongetje op F4. Oppassen. Yo, ik vind het niet leuk. Ik wil schaken. Ik snap het. Wat ik ga doen, even kijken. Ik ga hulp halen en dan gaan we even kijken of we een extra ruimte kunnen maken. Ik weet niet of sommigen dat weten. Dan gaan we in een andere ruimte wat rust creëren en dan ga ik jullie daar helpen. Ik kom aan met hulp. Mooi. Dank u wel. Nou, ik heb inmiddels alle 10 kinderen. Ze zijn allemaal super goed bezig, zie ik. Huub? Ja. Kun jij de breakout room 1 vinden? Dan gaan we even. Ik ga jou proberen daarheen te brengen. Dan gaan we even kijken hoe we de ondersteuning gaan doen. Marcel komt ook elk moment. Ik ga even kijken of ik jou kan vinden. Huub, assign to room 1. En dan gaan wij. Jan, Tom, kan je mij ook helpen? Want ik kom er ook niet in. En wie zegt dit? Wouter te Lauw. Wouter te Lauw, ik doe mijn best. Mij lukt het ook niet. Ik ga ook even... Hey, ik zit erin! Ik ben aan het vechten! Wauw, geweldig! Nee, dit heeft toch geen nut. Ik ben... Kijk. En hoe kom ik nu bij Huub? Hoe kom ik erin, B? Oh nee, dat is weer iemand anders. Hey, die kan ik erop slaan. Sorry mensen, dat je dom bent. Tonya, geef mij jouw loper.
Kut, waarom ben ik zo Jan Tom? Maar, ja. Hoor je me wel? Ik hoor je wel. Ik ben even aan het kijken hoe ik... Heb jij het? Ja, sla het. Bij Huub kom. Ja, dan moet je de hele tijd hier zo. Ik zie die breakout. Ik Ik was net bij je, Huub. Jij was er, maar ik niet. Ja, toen ben ik eruit gegooid. Ik probeer er zelf ook te komen. Ik ben even aan het leren. Dat hadden we natuurlijk niet live moeten doen, maar ik had dit niet verwacht. Dat heb je al, Amir. Wat wil je vragen? Janneke, waar is Janneke? Levi Bouwman, je kan het geven. Kun jij hem ook zelf vinden, Huub, dat je de mensen erheen kunnen? Ik zie hem niet. Janneke, zorg voor je dame. Wauw. Ik was daar even en ik ben eruit gegooid. Ik ga naar participants. En dan zeg ik Huub. Wat in dat? Wat worden hier mooie trucjes gemaakt? Hè? Heel goed, heel goed, heel Je moet er gewoon zo in. Ik zit erin. Ik kan niet. Nu kan ik die wel slaan. Voorzichtig met je loper. Ik ga nog een keer in de kans geven. En dan klop ik die loper niet, maar dan moet ik hem wel redden. Ja, ik zit erin. Ik zit erin, jongens. Hoi, Janneke, de dame. Ik zit erin, jongens. Dus het lukt dus nu. Steeds meer lukt het. Bij mij nog steeds. Mij nog steeds niet. Nog een keer. Ja. Ik probeer een ruimte te creëren waar we met z'n allen in kunnen die er niet. Please spiegel mij niet. Nee, dit is het ziel van du. Ik ga het maar niet. Ik haat Mario Play. Ik ga verliezen. Heel goed. Lopen gered. Ja, maar ik zou met Liam gaan spelen, dus dan ga ik denk ik ook. Nee, wacht maar. Ik kijk met jou mee. Volgens mij zit ik erin. Als jullie erin zijn, blijf erin. Oh ja, ik zit erin. Maar zo met Liam gaan ze. Ja, dat gaat zo goed. Komen. Ja, ik sta erin. Oh. Je moet daar. Ik heb even een vraag. Oh shit! Je moet daaronder bij. Nee, ga je. Hoe kan ze nou naar die simultaan? Ja, het schijnt dat er bepaalde gebruikers die nog niet een betaald account hebben er op een of andere manier niet inkomen. Dat is een bug en dat vind ik heel vervelend. Je moet erbij stickers kiezen. Dan kun je op we zijn heel hard aan het werk om dat op te lossen. Ik ben niet geliefd. Ik ben niet geliefd hoor. Oh, ik speel. Jan komt om Apeldoorn. Jan komt om Apeldoorn. Doe een zes. Yes, Sjeltje, noep. En... En ik ben ook mijn controlcentrum kwijt. Deze mag jij spelen. Nee. Ik heb nu iedereen een mute of iedereen even op stil gezet. Behalve Thea, mij en Huub zat nu eraan. Ja, ik en nu is het de bedoeling dat ik... Jij bent ik te horen? Jij bent inderdaad te horen. Ah, heel goed, ja. Want ik dacht dat ik was ook gemuteerd, maar inmiddels... Oeh, wat spannend. Hier... Jan Pom. Ja... Renster, voorzichtig, jouw dame. Jan Tom van Apeldoorn. Ja, ik hoor jullie. Ik ga weg. Wie is ik? Ja, dag Berend. Berend. Ja. Veel plezier. Leuk dat je geweest bent. Ja, doei. Doeg. Had je al gespeeld? Ik heb je al...
Even kijken, niet gezien. Nee, ik ben niet tegen je gespeeld. Nee, oh. Tegen wie dan? Wat zei je? Tegen wie heb je gespeeld dan? Ja, ik heb tegen 2 mensen gespeeld. Maar, ja. Ook gezellig, toch? De vorige keer heeft hij tegen Machteld van Vorees geschaakt, hè Berend? Ja. En gewonnen, dus... Je komt niet altijd aan de beurt, inderdaad, helaas. Ik ben nu... Het is zo druk. Ik ben de bok. Als ik ben de bok. Nou, nieuwe speler. Ja. 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 Als je eentje klaar hebt, of als de gong gaat, dan komt er een nieuwe speler. Nou, ik ga. Doei. Tot ziens, dag Berend. Doeg. Ik heb nog 2 plaatjes voor nieuwe spelers. Ah, wauw. Die komen zo, ja. Er zijn wel 10 bezig. Alleen, ze zijn niet allemaal hebben ze een zet gedaan. Oh ja, dat... Ik ben nu wel bezig al. Ja. Wat een ongeloof, het wordt er goed geschaakt. Ik kan nog steeds in het toernooi. Ik zie wel dat je heel veel het centrum weet te veroveren, Thea. Is dat belangrijk? Ja. Het midden van het bord? Het centrum is dat heel belangrijk in schaken. Waarom? Ik zie dat je het ook hier, zie je alles dat in het centrum elke keer bij jou? Ja, centrum geeft je ruimte. SM Erdani. Wow, goed gedaan hoor, knap. Heel goed. En dan krijgt weer iemand anders een kans, hè? Anders, zeker. Ik kan nog steeds... Hey, ik heb de koningin. Oh, iemand... Ik zal ook eens even de toernooistand tussendoor gaan bekijken. Iemand heeft mijn koningin geslagen, zegt hij. Zo, ik moet heel hard concentreren. Iedereen doet zo erg zijn best. Zo, zeg. Schaak. Hey, ik heb weer een nieuwe. Stijn is bezig. Als je niet mij een kans geeft, dan heb je heel veel minder mensen. Wanneer het verjaardag verjaardag. Jan Ton, ik kan nog steeds in een toernooi komen. Nee, kun jij je account even chatten? Dan gaan we eens even kijken of wat de oorzaak is in de chat. Als je je accountnaam stuurt. TK Amir, voorzichtig. Nee. Met je loper, anders die komt zo vast te zitten daar. Tegen wie heb je? Ik vind het een goed idee. Amir was dat, dacht ik. Ik vind het een goed idee. Als deze simultaan zo klaar is, jongens, gaat Thea commentaar geven op hoe het gegaan is. En allemaal feedback. En heeft Huub aangeboden, omdat er zoveel kinderen zijn, om nog een tweede simultaan. En Huub zit hier in de uitzending. Ja. Dus dan gaat Huub nog de tweede groep bedienen en kunnen we de andere luisteren naar Thea. Ja. Extra beloning. Heel goed, hè? Dubbele aanval, play. Ik ga dat eens even... Als iemand niet kan schaken, mag je dat in de chat zetten. Ik ga dat namelijk op een andere plek melden. En dan gaan we kijken of we jouw account kunnen activeren voor de volgende simultaan. Ik moet heel erg oppassen. Ja, ze zijn gevaarlijk op Chessity hoor. Ja. Leren ze allemaal aanvalstrukken en technieken. Iedereen is aan het aanvallen en schaak geven, dreigingen maken. Wat goed, Ella. Heel goed. Tussendoor schaakje gegeven op E7. Heel goed gezien. Nou. Oh, ik heb al bijna gewonnen. Oeh, wie is die? Wie is die bijna gewonnen heeft? Hey, TK Amir. Voorzichtig, voorzichtig voor jouw loper. Dan krijg ik weer schaakje, zeg. Ik krijg geen kans om stukken te pakken. Dat is goed. Goed, heel goed. Sven, paardje aan de rand. Die heeft niet veel mogelijkheden, hè? Dus paard in centrum heeft veel meer zetten. Dus ik zou adviseren heel vaak kijken naar de mogelijkheden voor jouw stukken in centrum. Amir, jouw lopertje, ik had gewaarschuwd. Hoi. Ja. Oké. Jongens, meteen met de dame word ik aangevallen. Ja? Gun mij die koude plek, Janton. Ik moet heel erg concentreren. Wat gebeurt er daar? Victor 6. Die gast,
Iedereen probeert mij te trucken. Oh. Ik heb net lekkers. Ella is. Oh, dan gaat het goed, zeg. Heel goed. Er is ook één schetschap, Matt. Ja, hij is dood. Bijna dan. Dood. Het lijkt er voor een aantal. Koning D8. Sven, wilde je lang rokeren? Of hoe is dat gekomen dat je met je koning gaat lopen? Jan-Tom! Je hebt een grote pom! Ja, Ela, voorzichtig voor je paardje. Als je mij hoort. Sven, je is het eerste. Echt? Ja. Jij bent op het scherm te zien. Ik zie alleen dat fluitje. Ik heb nieuwe spelers, zie ik. Sven! Doei, ik heb gewonnen. Ik heb gewonnen met 30-7. Jan-Tom! Jan-Tom, Ik ben klaar. Ik ben klaar. 30-7. Oh, shit. Gooi mij die koude op. Hier komt er niet in de gratis account. Schildjes, 2000. Ik zie dat ik hier een voorkeur kan maken met E5. En dan dreigt jouw loper en de dame tegelijk. Nog een keer kan geven en ga ik wat anders spelen. Let wel op, schildje 2000. Als je mij hoort. Oei, dikke Amir. Gaat er weer. Paardje. Heel goed. Goed bezig. Thea? Ja? Kun jij mij ook zien? Want ik speel niet tegen jou. Tegen wie speel jij dan? Planeet. Oh, dat is een andere speler. Ja, wat betekent dat je zij kan tegen 10 tegelijk spelen. En als je dat niet lukt, zit je in een toernooi tegen de andere kinderen. Ja, klopt. Maar ik heb er nog komt misschien verloren. Nog een kans zometeen. En Huub gaat zo meteen ook nog een simultaan geven nu het zo druk is. Voor degene die niemand hebben ontmoet. Ja. En we gaan straks partijen bespreken. Ja, ik heb nieuwe partijen gehad. Dus waarschijnlijk... Er wordt al gewerkt aan de bug dat bepaalde spelers niet mee konden doen. Ik verwacht dat die in de volgende simultaan wel mee kan spelen. Hey, kijk eens, een mooie mat is gelukt, zeg. Goed hoor. Zo zeg. Jeetje. Wie was het dan? Anton gaat even namen onthouden. Ja, we gaan zo meteen. Ik heb het niet gezien, maar we kunnen dat zo terugvinden. Want, helemaal niet gezien. Wat goed van je zeg. Ongelooflijk. Ze spelen heel erg. We hebben een mattrainer. We trainen er veel hier op mat. Het is opletten geblazen. Zeker. Zoveel partijen. Zie je, maar iedereen heeft een kans. Ja. Oké, bedankt voor dit. En trucjes. Oh, ik heb een nieuwe speler weer zo te zien. Nou, leuk hoor. Ja, super spannend. Er doen 71 kinderen mee in het toernooi, tenminste net. Even kijken. Dat is lekker veel. Ja. Lekker druk, ja. Lekker druk, ja. Super. En je staat... Okay. Ik heb ze letterlijk zijn koningin gratis. Ai, Sven. Jouw dame. Ik weet niet, soms hebben jullie al mijn partij. Of tegen iemand anders. Oké. Okay. Ik ben goed bezig, hè. Trucjes allemaal. Super goed. Ik zie nog... Lucas V. Paardje weer aan de rand. Probeer maar naar centrum toe. Centrum toe. Stukken zijn veel actiever in het centrum. Ja, want dan kun je het centrum hebben en dan moet je ander terug. Ja, hoe meer bewegingsmogelijkheden stukken hebben, hoe meer trucjes kun je maken.
Maar moet je dat hele handig stukken daar neerzetten, waar je veel meer ruimte en bewegingsmogelijkheid hebt. Mm-hmm. Want ik heb nu het hele centrum. Ja, dus het is vechten voor centrum is heel belangrijk in schaken, want het centrum geeft jou ruimte. En die heb je nodig. Om je stukken moeten goed samenwerken met elkaar. En daarvoor heb je meer ruimte voor nodig. Ja. Ja. Dus jullie coach heeft jullie vast al verteld, toch? Maar soms vergeten wij. Ik heb geen coach eigenlijk. Ze hebben Chastity allemaal, Thea. Dat doen ze zelf. Chesto is de coach. Oh, wow. Hij heeft vast wel verteld dat het centrum heel belangrijk is. Toch? Ja. Ja, ja. Dus en ik hou van centrum ook, want ik weet dat het hoe belangrijk het is. Weet je hoe je erin moet komen? Ruimte. Je moet een letterlijke... Stieltje, Schiltje 2000. Jouw dame hangt. Jouw dame hangt. Ik ga even een aanwijzing geven. Ik... En ik ga ze nog een kansje geven. Ik doe wat anders. Ja? Ja? Oh, oké. Okay. Ik weet hoe je erin moet. Oh, ja. Ik sta echt 26 punten voor. Ja, en we gaan in de laatste minuut elk moment gaan de gongen. En dan gaan de gong bepalen wie er gewonnen heeft. Hey. Oh ja, maar dan heb, klopt ik ons hart. Janton, dan heb ik vast gewonnen. Ik ben erachter gekomen hoe je erin moet gaan zonder een betaald account. Oh, ik geweldig, heb dus dat kan. Je moet een letterlijke link intypen van het toernooi. Oh. Ik heb weer gewonnen. Oh, ik voel allemaal kiesjes. Dus ze zijn allemaal gongen? Op gong wordt er nu besloten, ja. Ja, oké. Okay. En dan wordt er gekeken, want het toernooi is voorbij. 7 seconden nog en dan is het afgelopen. Het toernooi? En dan kun je naar leren gaan, Thea, bovenin. Ja, nou. Naar leren. Ja, daar mag ook. En dan kom je bij het toernooi uit. Ja. En daar staat ook de ranglijst. Een hele mooie ranglijst. Kunnen we even laten zien aan iedereen. En naar speelzaal. Ja. En daar komt de ranglijst. En als het goed is, sta je bovenaan. Ja. Kijk. Ja. Nee, jij heeft gewonnen, maar er is heel goed gespeeld. 71 spelers hebben meegedaan. Nou, ik heb 2 gespeeld en 2 gewonnen. Alleen ik sta erin op. Ja, dat kan... Er zijn er zoveel uitslagen. Nou, heel goed gedaan. Nu kunnen we, Thea, als je naar coach gaat, coach Thea rechtsbovenin. Als het goed is, hebben we daar mijn profiel. En als je daarop klikt, dan heb je mijn dashboard. Ja. Als je daarop klikt, dan kom je bij een plekje. Ja, dat duurt even. Hij is aan het laden. Dat is de toongeschiedenispartij. Als je daarop klikt, ja. Dan komen we bij alle partijen uit. Ja, en daar kunnen we gaan zoeken naar... Ja. En de laatste partijen zijn natuurlijk, je hebt er 24 gespeeld. Dus daar kunnen we even doorheen gaan bladeren. En daar zit ook die mooie mat bij die je misschien wel kan vinden. Ja, dan gaan we die wie bekijken. Wie heeft mat gezet dan? Ja, wie heeft de mat gezet? Moeten wij naam hebben als het dit in beeld is. Nee, dus je iets naar boven scrollen, gewoon bij het bordje. Je kunt daar op die pijltjes klikken. Die rechte pijltjes, daar, ja, daar kun je door naar de volgende. Ja, en dan is het even zoeken welke je verloren hebt. Ja. Die heb je gewonnen, dus dat kan niet de mat zijn. Dus eigenlijk... Ah, hier. Dat zou kunnen, ja. Victor 6. Daar heb ik pas nog een partijreview van gedaan. Die was heel goed bezig. Dat zou hem kunnen zijn. Ja, dus dit is de partij, denk ik. Ja, we zien. Nou, je kunt dus ook nog op dat vierkantje klikken als je zo meteen er links, daar kun je de pijlen trekken zoals je daarop klikt, als je zo tips wil geven. En als je er weer af wil, want nu kan je alleen nog maar pijlen trekken, kun je dus daarnaast klikken. Ja, zie je? Nou doet hij pijlen. En als je naast op het grijze klikt, sorry, even voor de test, ja, dat is kleurtjes. En als je ernaast klikt, dus links ervan, of rechts, ja dat is de recht, daar, ja, dan houdt het weer op. Ja. En nu kun je gewoon weer zetten doen. Ja. Oké, tot nu toe gaat het allemaal goed, zo te zien. Ja, eentje terug, eentje en dan weer vooruit. En dan gaat hij uit zichzelf weer verder. Ja. Ja, allemaal prima. Dit was allemaal heel goed gespeeld door mij. Het tussendoor staak. Was helemaal goed. Zo speelde Victor. Ik dacht, nou, dame E5. Dus hij dacht dat gewoon mijn trucje... Maar ik kon
truc in mijn schaak geven in de toren te slaan. Dus hij geeft hier, zie je, hij geeft mij een paard. Maar dat werkt eigenlijk niet, dame C3, want ik heb één zet vooruit gedacht, want ik heb loper tussen zet. Dus zo is dat verder gegaan. Ik heb de stuk gewonnen, ik pakte mijn pion. Ik zet inderdaad loper tussen en dezelfde tijd verdedig ik mijn toren op A1. Dus wat gebeurde? De dame, zwarte dame, kan mij niet slaan. Dus eigenlijk, Victor heeft hiermee de paard onnodig weggegeven op C. Ja, dus daar ging het nog goed met jou. Ja, dus dat was echt helemaal goed. Dus ik dacht, la la la, maar je moet nooit ontspannen. Dus je moet tot het eind blijven rekenen. Kijk, nou, dame heb ik aangevallen. Dame gaat weg. Nou, ik pak nog een pionnetje. Er komt paard E4. Daar trap je in een trucje. Ja, jullie kunnen vast zien wat Victor dreigt. Wat? En die heb ik niet gezien. Ik dacht, hé, ik ga ze even de toren slaan op A8. Nee, je werd een beetje door de snelheid een beetje hebberig. Ja, precies. Dus nou, als ik hier gewoon rokade had gespeeld, niks aan de hand geweest, want ik sta een stuk voor. Wat ik had nog kunnen doen, hier slaan met de schaak. Ja, en dan de loper. Dat is dwingend, ja. Dan win ik nog een stukje. Dus je kunt de zetten uitvoeren. Als het goed is kun je gewoon zetten spelen. Ja, even kijken. En dan moet ik De naast klikken in het grijze gedeelte. Niet op de knop, maar ja, daar. Ja, en dan kun je... Ik had eigenlijk dit kunnen spelen. Dit heet in schaken. Misschien hebben jullie al geleerd van Chesto. Het tussenzet. Tussenzet. Want als ik ga nou rokeren, dan wordt mijn pionnetje geslagen. Ja. Dus, nou, om nog een stukje mee te pikken, er is in schaken zo'n hele speciale en hele sterke zet, die heet tussenzet. Dus ik ga promoveren. Kan met dame of toren, maakt niet uit. Zwart moet slaan. En nou ga ik gewoon rustig rokeren. Ja, ik ga ondertussen... Even iets voorbereiden. Jongens, jullie kunnen gewoon verder met de uitleg. En ik ga heel even iets voorbereiden, waardoor Huub zo de simultaan kunnen geven. Dus de kinderen die nog tegen Huub. Huub van der Locht is een toptrainer uit het noorden, Groningen. En die gunt jullie nog, voor degenen die net niet konden spelen, nog een simultaan. En Thea gaat door met wat commentaar. Hartstikke leuk. Dus iedereen kan kiezen. Ja, dus ik ben bezig. Wie is er hier? Wie heeft hier tegen mij gespeeld? Dat kan ik dan wel een partij teruggeven zien. Dit is jullie kans. Noem je naam. Accountnaam. Jonathan. Ik bedoel Giel.du. Giel, dus ik moet partij vinden tegen Giel. Ja. Jonathan. En Jonathan. Jonathan was eerst deze keer. Dus Jonathan mag je eerst proberen. Heet jouw account ook Jonathan? Voor mij wel. Giel wel gevonden, maar... Nou, dan komt Jonathan daarna. Ja. Of niet? Jonathan, hoe? Staat jouw naam gewoon... Wacht even. Ik heb ook tegen Thea gespeeld. Kijken. Ik zoek Jonathan. Anders wordt het... Als jullie namen zien langskomen op het scherm... Roep maar. Schana, Anas, Renster, Geel. Hoe maak ik dat dan van Geel? Kijken even. Ja. Schana, ben ik. Oh nee, het is een andere naam. Andere? Dit is Geel, toch? Ja, mijn is. Ja, oké. Nou, zullen wij even van Geel kijken? Dan wat is daar gebeurd, Geel? Oké, nou... Ik speel D4 heel vaak met de dame. Paard C6. Paard C6 is eigenlijk de zet waar je normaal gesproken op D4 goed om D5 te spelen. Of paard F6. Want jouw paardje wordt dan meteen aangevallen. Volgens mij heb ik ook gedaan. Ja, en dan heb jij niet zo'n goede zet meer voor jouw paard. En je hebt het center. Ja, je hebt center. Inderdaad. Dus je moet meteen mijn pion proberen te stoppen. Dus D5 is dat heel vaak een hele mooie zet hier. Of heel vaak wordt gespeeld paard F6. En ik kan... Nou, D5 is onzinnig. Ik miste het beginstukje. Dus ik ga gewoon naar de arena toe. Ja, ik hoor Huub nog even tussendoor praten. Oké, nou, wat je gespeeld hebt... Ga even terug. Waar is die? Hoe kan ik terug? Nee, ik wil alleen kijken. Ik zit vast. Ja. Bij die blauwe pijltjes onder... 51. Ja, daar. Ik ben aan het drukken. Ja. En misschien gaat hier... Nee, bij die blauwe pijltjes onder. Ja, is goed. Ja, daar. Is goed, ja, ik zit er al. Ze doen niks.
Oh. Joe, dank je toe. Ah, met de mouse gaat dat wel zo te zien. Zo. En D5. Nou, moet je kijken, waar gaat jouw paard heen? Waar ben jij gegaan? Oh, verder. Paard B4. Nou wordt dat heel gevaarlijk voor jouw paard. Oh ja, nu E4. Ja, ja, ik heb jou weer aangevallen met C3. Dus nou gaat paard daar waar je eigenlijk niet wil gaan. Aan de rand. Want daar heb jij niet zoveel zetten meer met je paard. En die kan ook nog eens gevangen kunnen worden. E4, zie jij? Centrum. Ja. Heb ik meer ruimte? Nou, je krijgt mijn pion. Dan ga ik weer. Nou ga ik achter jouw andere paard. En dan moet je weer terug. Nou, ik heb heel veel mooie zetten gemaakt. Centrum veroverd. Kijken hoeveel ruimte die ik heb achter de pionnen. Dus wat is de bedoeling van de center? Dus hoe verder mijn pionnen, hoe meer ruimte ik achter mijn pionnetjes heb. Kijk, dit is mijn ruimte nou. Hier kan ik je paard kan ik gebruiken om mijn stukken goed neer te zetten. Dus daarom heb je ruimte nodig. En nou kan ik mijn stukken hier neerzetten. Dus wat heb jij gespeeld? Ja, ik heb paard F3 gespeeld. Ja. Je moet je natuurlijk ontwikkelen daar waar jij van plan bent om te rokeren. Dus je flank, welke vleugel ga je ontwikkelen? Die vleugel waar jij snel mogelijk wilt rokeren. En ik wil graag korte rokade doen. Deze is heel goed. Je bent mijn centrum aan het aanvallen. Ik heb jou nog schaakje gegeven. Ja, hier moet jij wel oppassen, inderdaad. Ja, het loper D7 was natuurlijk handig geweest. Want daarmee dwing je mij om A6 te slaan of jouw loper af te ruilen. En het is dan niks aan de hand. En met C6, kijk, je moet altijd kijken als je een stuk neerzet. Of tussen zetten. Oh ja, dat is een stomme blunder. Hoeveel aanvallers er zijn. Je hebt één verdediger en er zijn twee aanvallers van mij. En dat is niet genoeg. Je moet altijd, als je zet het, net zoveel verdediger hebben als het aanvaller. Dan gaat dat goed. Dus altijd gelijk. Twee verdedigers. Als er twee aanvallers zijn, moet je minimum twee verdedigers voor hebben. Dus hier ging dat wel inderdaad even mis met de pionnetje. En ja, het is nou moeilijk om iets aan te doen, maar je kan nog schade beperken. Als je had geslagen, was het beter geweest. Want dan moet ik slaan. Je kan nog loper tussen zetten. En enige materiaalwinst kan ik doen met loper A8. En dan sta je met kwaliteit voor. Maar wat je gespeeld hebt met toren B8, dan geeft mij mogelijkheid zo'n aftrekschaak te maken. Dus dat kan ik moet het hier doen. Ja. Met C7. En dan ga je dame verliezen. Even kijken of ik dat wel goed gezien heb. Ik zie dat het weer wat vast zit hier met pijltjes. Zo. Hey, met C7 had ik meteen dame kunnen winnen, zo te zien. Maar ik heb daar geslagen. En dan verlies je. Dat had ik bij het toernooi gedaan, maar dat werd nee? Heb je het tegen mij? B3. Zo. Rokade. Snel veilig. Kijk eens. Nou, jouw stukken zijn niet ontwikkeld. De stukken moeten snel ontwikkeld zijn. Hier. Want ik denk dat daardoor gaat straks koning in een grote probleem komen. Even kijken hoe dat gegaan is. Zo. Nou weet ik het. Deze partij begon mij echt heel wat matdreigingen maken. En daar moest ik heel goed nadenken. Oh, dat weet ik. Nou weet ik het. Ja. Nou wil jij lopen H3? Die zag ik wel. Maar gelukkig dacht ik, heb ik paard hier. Die H2 verdedigd. En toen vond ik dat jij echt super mooie zet had gevonden hier. Lopen H3. Oh. Oh ja. Ja. Dat mijn paarden verdedigt. Maar ik dacht, ga ik eerst even door. Je ziet, je hebt goed gezien. Je probeert mijn paard. Dit is heel knap. Dus die ontwikkeling van zwart, dat is eigenlijk waar het fout gaat. Want dit zijn wel gevaarlijke zetten. Ja, kijk, paard D5.
paard deed 5. Hij dacht, als zij mijn paard slaat, dan ga ik een mooi mat geven. Wow, wat een gemene speler, hè? Dat was een hele gemene. Ja. Dus ik dacht, en toen heb ik zelf een trucje bedacht. Want ik weet dat als jij mij hier slaat op de E3, volgens mij... Oh ja, dan is het mat. Wat jou gedaan heeft, denk ik. Jij sloeg op E3. Toen dacht ik, oké. Dames, ga je het zelf ook doen? Is nog geen mat. Dat was wel een gemene zet van mij. Maar dat was mijn enige verdediging. Anders ging ik mat. Dus je moet nou slaan, mijn dame. En nou heb ik het tussen... Zetje inderdaad, met schaakje, anders ik sta mat. Dus nou heb jij, wat heb jij hier gespeeld? Was dat hier afgelopen? Nee, volgens mij was dat hier niet afgelopen, maar soms gaat dat even... Ja, nu loopt dat wel. Koning D7, lopen G5. Nou, je had mij lopen kunnen slaan eigenlijk, met de dame of... waarom heb ik lopen G5 gespeeld? Dames ruilen, denk ik, of zo. Ja, want mijn toren dreigt. Je bent bang voor mat. Mijn dame dreigt en mat. Dus ik kan niet alle drie tegelijk stoppen. Dus ik moet het onderbreken. En dacht ik, mooie zet gevonden met lopen G4. Maar die had je kunnen slaan eigenlijk. Als je met de dame slaat, dan ga ik deze dame ruilen en ben ik van die vervelende dame af. Dus dat was mijn bedoeling. Hij had ook met de paard kunnen slaan. Even kijken wat je gespeeld hebt. Koning D6. Nu was ik wel echt opgelucht hier. Want je paard die mij alles dreigde, heb ik afgeruild. En volgens mij was het hier afgelopen. Ja? Hij zegt time limit. Dat is interessant wat dat betekent. Want... Ja, de klok stond 5 minuten, maar je dekte te lang. Je dacht. Dus hier, de tijd was op uiteindelijk. Ik was door de tijd gegaan. Nou heb je geluk gehad. Maar je ziet toch een mooie partij hoor, Gilead. Ja, dat was goed. En inderdaad die ontwikkeling. Hè, want uiteindelijk, omdat je koning nog in het midden stond... Ja, kom je toch net nog in problemen. Ja, dus altijd die vleugel, dus de kant, ontwikkelen waar je gaat rokeren. En snel mogelijk. En ik denk dat je hele mooie dreigingen kan maken. Oh, zie je. Hij schrok van alle aanvallen die meteen onze oren kreeg. Want is niet gewend. Ja, klopt. Maar hij is goed teruggekomen. Blijftraining en heel veel succes. Dank je. Jonathan, die was er ook, hè? Jij had ook een partij willen zien. En jouw account heet Jonathan? Nee, wacht even. Ik kan wel even kijken. Hoe heet jij in... Dijka en dan zo'n lage streep. En dan Play. Bram? Nee, Dijka. Dijka, oké. D-A-I... Ja, we moeten even er doorheen bladeren, want misschien aan het begin dat we hem gemist hebben, Dijkum. D-A-I. K-E en dan lage streep. En dan Play. Sven zie ik. D-K, Amir zie ik. Nee. Schildje, Gijs zie ik. Schannes. Nee, helemaal de andere kant toch op. misschien de 24ste, bij de 24 beginnen. Maar ik heb niet tegen Thea gespeeld. Dan kan dat hier die partij niet zijn. Als je niet tegen mij hebt gespeeld. Nee. Dit is mijn file en alleen maar mijn partijen hier staan. Oh. Ja, dus waarschijnlijk in jouw eigen Chastity account wil jouw partijen zien. Maar ik kan niet zien wat jij gespeeld hebt. Ik kan alleen maar kijken wat ik zelf gespeeld heb. Ja? Ja. Wie is er nog? Wie kan ik verblijden met commentaar op de partij? Very nice. Je wilt er nog partij kijken? Wie hebben wij nog die tegen mij gespeeld heeft? Ik hoor niemand. Volgens mij zijn ze muted, Janton. Oh, Janton is even weg. Ja. Ja, wie heeft tegen mij gespeeld? Ik. Hoe heet je? Nee, ik heb nog niet gespeeld. Oh, nog niet gespeeld? Nee. Helemaal niemand daar? Ik zoek iemand die tegen mij gespeeld heeft. Ja, wat is jouw naam?
Op Twitter is mijn naam Esther van Maal. Esther? Oh. Esther, oké, okay, ik ga eens even kijken, Esther. E-S, is het hem? E-S-6, Ettore? Nee? Oké, okay, ik ga eens even zoeken. Ik zoek Esther, Esther. Heeft Esther tegen mij gespeeld? En wat is het account van Esther? Esther van Maal. Janneke zie ik, P.W. Stein, Ella Schaakt. Ella was ook goed bezig, zeg. Want ik heb Esther ook gezien. Niet alle partijen lijken ertussen te zitten. Ja. Wat jammer. Ik heb meer dan, heb ik 24 gespeeld, toch? Ja, hij heeft er dus niet allemaal, denk ik. Ja, ik kan dat niet zien, Esther, helaas. Wie nog, wie nog? Nee. Zullen we gewoon de langste partij zoeken? Ja. Ik heb alleen maar één partij. Even kijken, waar kunnen wij die zetten zien? Hoeveel zetten? Ja, dit, je ziet een balkje, 15 deze. Ja. En... Ja. Ja, dat zijn er 15. Als je er doorheen bladert, zie je hem dus veranderen. De lengte, ja, dat kan ook. Die is ook 15 en die is ook 15. Is toevallig hoor. Hm? Ja, 25. Die hebben we net gehad. Die hebben wij net gehad, inderdaad. Ja, die is ook 25, Renster, die zouden we kunnen doen. Renster, nou, zullen we kijken wat bij Renster gebeurde. Ik was wit, C4, C5, heel goed. Het is meteen mijn pion aan stoppen en mijn D4 pion aan stoppen. Om van centrum veroveren. Even kijken, ik moet nou weer terug, want soms zit het vast. Ja, oké, okay, paard C3. G5. Ik heb heel vaak gezien G5 spelen tegenstanders. Veel van jullie. Het is wel aanvallend, alleen de pionnetje kan moeilijk verdedigd worden weer. Die kan ook heel snel aangevallen worden. En wat is een nadeel van G5? Eigenlijk, je wil daar rokeren. Je wil daar jouw koning, in de meeste gevallen, wordt korte rokade gemaakt. En daar wil jij heel graag rokeren. En waarom ga je rokeren? Omdat je koning veilig wilt zetten. En als je met de pionnen zo te ver naar voren gaat, de koning is dat weer open daar en is niet zo veilig. Dus normaal gesproken, als je heel graag met G-pion begint, goed om G6 te spelen en daarna lopen G7. Want deze G6-pionnetje dan, even kijken, G6-pionnetje is dan verdedigd van die andere twee pionnen. En daar kan niet veel gebeuren. Maar op G5, die kan wel heel snel aangevallen worden. Zie jij, meteen, ik speel D3, gaat mijn lopen, gaat die open, en ik dreig meteen die pionnetje. Dus nou moet je gaan bezighouden om pion te blijven dekken. Nou, eigenlijk, je moet heel snel gaan ontwikkelen met je stukken en rokeren. Dus nou moet je deze pion alweer verdedigen. En heeft dus Renster vergeten. En zo snel kon jij dan over het hoofd zien pionnetjes die te veel naar voren gaan. Maar Koortje heeft hem niet geslagen. Ik dacht, oké, ik moet even laten zien dat de G5 pion ook aankoppingspunt is om aangevallen te worden. Ik heb mooi haarlijn straks tot mijn bezit. Zo is het gestaan. Toren H4. Loper heeft zich goed aangevallen. Ik ga terug. E5. E5 geeft mij een hele mooi veld hier. Zo kan ik met mijn paardje springen. Ja, paard E4 had ik ook daar. Loper E7. Paard D1. Dan ga ik meteen ontwikkelen. Nee, ze vliegen achter elkaar binnen. Dus gaat eigenlijk helemaal goed. Dit ziet er goed uit. Paard C3. Als de dame te snel in de opening... Ja, alleen praten gaat natuurlijk partij, niet. Dus ik kan alleen maar iets aanwijzen dan. Dat... Heel snel in de centrum. Doeg. Als de dame te snel in het centrum komt, kan dan heel snel aangevallen worden. Ik echt wel aardig. Ja. Dan staan we meteen mee. Wie aangevallen? Dame C6. Daar gaat de pionnetje. Mijn paarden zijn nou ontzettend actief in centrum. F5. Oh,
De koning wordt nog gevaarlijker nou, want alle pionnen zijn weg. En heeft geen verdediging meer. Paard C3. Nou, wat dreig ik? Kan iemand zien wat ik dreig? Paard D5 wil ik. Oké, heeft zich Renske goed gezien? Renster. Lopen H6, want ik dacht, hé, hij wil straks rokeren. Dat wil ik voorkomen. Dus dat was lopen H6. F4. Oké. Renster houdt heel veel met pionnen lopen. Maar dame D2, wat dreig ik nou? Zie jij een pionnetje? Die heeft geen andere pionnen. Geen andere pionnen om te verdedigen. En dan is het heel snel gedaan met dat soort pionnetjes. Als de pion te veel naar voren gaat en geen andere maatjes, dus de pionnetjes ernaast heeft staan die hem kunnen verdedigen, dan is het heel gevaarlijk om zo te ver met de pion lopen. Dus dat is inderdaad wat is gebeurd. Ik dacht, oké, die pion kan ik straks ook slaan. Dus eerst even snel mijn koning in veiligheid brengen. En zo heb ik het ook gedaan. En nou sla ik de pionnetje. Nou dreig ik dame natuurlijk op C7. Nou, heeft hij goed gezien. Nou moet ik oppassen. Want wat dreigt zwart? Wie kan dat zien? Zwart dreigt mijn pionnetje te slaan op F2. En dan? Dan is het een paardenvarkje op je torens. Heel goed gezien. Super. Nou, ik dacht, hé, dat is heel gevaarlijk. Dus ik moet verdedigen. Zijn er verschillende manieren van verdedigen. En nou heb ik gebruikt een lijn openen. Jullie weten vast, er zijn heel veel verschillende manieren om dreigingen en eigen stukken te verdedigen. Ja, eerst is slaan aanvallen. Tweede is weggaan met gedreigd stuk. En daarna is het natuurlijk ook een mogelijkheid. En dat is lijn openen. Dus ik heb lijn geopend voor mijn dame. En mijn dame verdedigt het nou. Oké, even kijken. En zwart heeft het niet gezien. En natuurlijk moet ik paard slaan, anders... Ik ben nog een van de namen van die spier. En als het koning in het centrum blijft, dan gaat dat heel snel nou met de... Kijk, D4. Waarom D4? Want zie dat die dame, zwarte dame, staat op dezelfde lijn met de toren. En dat is gevaarlijk. Want mijn pion kan meteen de lijn openen en dame dreigen. Dus ik heb net onderwijs gedaan. En dame kan nou heel moeilijk schuilen. Oh ja, nu pakt hij met toren. Want nu wil ik graag aftrekdreigingen maken. B5. En inderdaad, dat was de bedoeling. Aftrek, aanval. En nou, mijn paard kan niet geslagen worden, want de dame hangt op D7. En dat heeft Renster niet gezien. Dus ik dacht, oké, dit kan ik ook. In plaats van eerst met de toren slaan. Met de... Wat doet mijn loper? Wie weet het? Wat doet mijn loper nou? Kennen jullie? Die pint. Ja, die pint. Die pint de dame naar de koning. Dus die kan niet weg. Heel goed. En als hij slaat. Ja. Penning is een van de gevaarlijke trucjes. Een van de gevaarlijkste trucjes in schaken. Er kan in heel veel verschillende vormen komen. En de allergevaarlijkste penning is natuurlijk als het koning achter de gepende stuk staat. Gepende stuk is hier de dame, maar achter staat de koning. Want soms als het hier bijvoorbeeld in plaats van koning de toren stond, ja, je kan nog de dame, met de dame weggaan. Maar als het koning achter de gepende stuk staat, dat is alle gevaarlijkste. En als hij hem niet pakt, dan pak je met je paard. Klopt. Ja. Nou, hij heeft goed gezien. Heeft hij tussen een paard tussen geplaatst. Maar nu dacht ik, oké. Oh, is dat... Oh, time limit weer. Oh, dat blijkt dat ook mijn time hier op was. Geen idee hoe dat gaat, maar oké, ik zou waarschijnlijk willen die dame slaan. En
Waarschijnlijk is mijn tijd op hier. En dan staat er dat ik heb verloren. Maar ja, in principe, ik volgende zet pak ik dame en zwart staat helemaal verloren, want het is niet meer te redden. Waarschijnlijk moet toren hier slaan. Je kan mij hier hele mooie zet nog even aanwijzen. De dame tussen de toren en de koning. Heel goed, heel goed. Dame F7. Jullie zien op deze bord zien jullie geen, geen cijfertjes en letters, geen notatiebalkje. Dus, oh ja, en dan is het. Ja, dan moet het koning hierheen. Oh, sorry, hierheen. En nou, het is echt... En dan is het één schaakmaat, de toren pakken. Ja, dit is niet helemaal schaakmaat, helaas. Want zwart heeft nog loper E8. En ook loper F8. Maar loper E8 zou wel de beste zet kunnen zijn. Oh, maar... en dan pak je de paard. Heel goed. Pak ik de paard. En wat heb ik weer gedaan? Loper gepend. En ik denk dat volgende zet is de matdreiging. En het is niet meer... Ja, vrijwel niet meer te voorkomen. Ja? Dus wat hebben wij van deze partij geleerd? Altijd, als jullie partij hebben geleerd, analyseren van partij is heel erg belangrijk. Want wij moeten van onze fouten leren. Ja? Dus als wij partij geanalyseerd hebben, moeten wij terugdenken, wat hebben wij van deze partij geleerd? Wij hebben geleerd dat wat een renster deed, heel snel G5, G4, F4, niet te snel met de pionnen vooruit, op twee velden vooruit, want pionnen kunnen heel erg zwak worden en ze kunnen heel moeilijk gededigd worden. En bovendien, hij wilde eigenlijk korte rokade doen, zoals vele schakers. Ik zie dat mijn bord weg is. Ik weet niet waarom. Ik heb hem zojuist weggeklikt. Omdat ik dacht dat je nog na zat te praten. En omdat we het bijna gaan afsluiten. Maar ga door, sorry. Klopt, maakt niet uit. Dus wij hebben geleerd om je oppassen met de pionnen te ver vooruit. Want dan heb jij open lijnen. En open lijnen helpt niet jouw koning te verdedigen. En jullie hebben het gezien hoe snel ik het heb aangepakt. Ja? Dus eerst centrum, stukken ontwikkelen, rokeren en daarna kunnen jullie mooie trucjes maken. Ja, ik hoop dat jullie genoten hebben. En, Nou, iedereen wil ik ontzettend bedanken. Zijn er nog vragen voordat wij gaan afsluiten? Heeft nog iemand een vraag aan Thea? Nu kan het nog. Ja. Ja, niet iedereen heeft microfoon aan, dus je moet... Nee, het kan ook in de chat. Ik kan even in de chat kijken of daar nog een vraag binnenkomt. Yes, wordt er geroepen. Maar... Iemand heeft vraag. Hoor. Ik wel. Ja? Vertel. Tegen wie was je moeilijkste potje? Oh, ik heb heel veel moeilijke potjes gespeeld. En dat zou, als je toch terugdenkt, dat zou wel eens tegen ook Magnus Carlsen kunnen geweest zijn. Heel veel jaren geleden. Hij was toen 12 jaar oud. Dus hij ging heel snel naar eindspel. Ik dacht, eindspel, daar kan ik wel misschien remise kiepen. Hij was 12 jaar oud. Nou, hij heeft mij zo weggetikt. Hij is ook niet voor niks wereldkampioen ook. Dus die partij vergeet ik nooit. Van simpele eindspel, ik was ineens verloren. Heel snel. Toen was hij dus al met eindspel bezig. Was nu is het al erg. Hij was 12 jaar toen die doorbraak. En eerst mensen hebben ook in Nederland en internationaal zijn naam hebben gehoord. Die heeft toen groep C gewoond bij Tata toernooi. Naar B gegaan en van B heel snel weer naar A. En ook nog eens weer het kampioen. Dus die partij... En nu heeft Van Voorhees het gewonnen, hè? Ja. Ja. Esther zag ik haar vinger opsteken. Esther, jij wilde ook nog wat vragen. Was er ooit wereldkampioen vrouwen geworden? Nee. Dat was eigenlijk, ik moet zeggen, ik was wel gekwalificeerd. Maar toen eigenlijk, ik moest kiezen om niet aan meedoen.
omdat ik had een baan, ik had een nieuwe baan, een fulltime baan. En toen waar ik eigenlijk naar heen moest, dat was een beetje gevaarlijk in die land. Dus ik mocht eigenlijk ook niet heen reizen. En toen heb ik besloten niet aan meedoen. Dus of ik dan nou heel veel kansen maakte om wereldkampioen te worden, weet ik niet. Maar in ieder geval had ik wel aan mee kunnen doen. Dus het is een, zo'n knock-out toernooi. Als je verliest, dan word jij eigenlijk uitgeschakeld. Maar ik heb niet aan meegedaan. Nederlands kampioen ook? Jawel, Nederlands kampioen ben ik wel geweest. Ja, knap hè? Ja. Heel goed hoor. Nou, ik wil je ontzettend bedanken, Thea. Ik vind het echt een feestje wat je gedaan hebt. En de verbinding met de hele groep. En ik vond het dus een feestje. Volgens mij jullie ook. Dus iedereen die het leuk vond mag even zwaaien en klappen. En zo maken we even veel herrie. Op de toernooien, op Just City. Succes allemaal. Dank jullie wel. Dan ga ik nu de uitzending sluiten. Dank.